Je hebt weer op play gedrukt, dus ja, we moeten weer aan de bak. Dat komt goed uit, want Chris, onze gast van vandaag, die was er 10 minuten geleden al. Ginny kwam iets later, maar dat geeft helemaal niks, want we zitten allemaal op tijd aan deze tafel. Dat kan maar één ding betekenen, een nieuwe aflevering van Sneakerjagers On Air, de podcast. Non. Goedenavond. Goedenavond, of goedemiddag. We weten het niet. Of goedemiddag. Het enige wat wij weten is dat we net allemaal door de regen hier naartoe zijn gekomen. Maar we zijn er, daar gaat het om. Zijn je schoenen nog schoon gebleven? Nee, die van mij zijn zeiknat vandaag, maar is niet erg. Want welke Jan? Ik heb een blauwe Air Max 1 aan, een release uit Amerika. Ik vond dat wel leuk. En is er nog een speciale dingetje? Nee. Hij was alleen in Amerika uitgekomen, dus daarom vond ik hem leuk. En weet je de bijnaam van deze? Mochten mensen het even op willen zoeken? Ik denk dat we daar een plaatje bij moeten zetten. Want ik weet niet wat de bijnaam is. Ah ja, nou zie ik hem. Ja, ja. Dat is een mooie. Ja. Zelf draag ik de Air Max 97 Silver Bullet. Een schoen die mij altijd doet herinneren aan Italië. Omdat die schoen wordt daar zo alle Jezus vaak gedragen. Volgens mij als je daar geboren wordt, je navelstreng wordt doorgeknipt, dan krijg je een paar Silver Bullets. Na al die jaren dacht ik, ja, nu moet ik er ook maar aan gaan geloven. En wat ik zo bizar vind, is dat op een gegeven moment werden deze zo vaak in één jaar gereleased. Dat ik wel dacht, Nike, lieve vrienden, wat zijn jullie nou in godsnaam aan het doen? En ik zie jou meteen knikken. En welk jaar komen die van jou dan? Ik denk 2018 of 2017 zou dat komen. Oh, dat is nog best wel de nieuwe release. Ja, klopt. En mijne komen in 2007. Oh ja. Dan moet ik nu nog specialer doen. Ik heb de originele nog. Oh, ja, tuurlijk, hè? Nee, maar dat is wel een van de weinige schoenen die ik echt gewoon nog heb bewaard. En waar ik nog een paar jaar geleden op liep, maar nu durf ik niet meer. Bang omdat het dan gaat, ja, gaat verkruimelen en zo. Ja. Ja. Nou, dan had je vorig jaar met je ogen dicht je slag kunnen slaan. Ja, klopt. Want eerst kwam de Italiaanse versie uit, volgens mij met de Italiaanse vlag. Ja. En toen kwam de herenversie uit, toen kwam de damesversie uit, toen kwam de kidsversie uit. En toen was er een restock. Toch nog maar een keer voor dames. Toen kwam die nog een keer uit. Ja, dat klopt. Zo ging het echt. Ja, zo ging het echt, ja. Wat vind je normaal gesproken van restocks? Weet je, het is, je schoen is gewoon heel populair en laten we gewoon eerlijk zijn. Veel mensen vinden het lelijk, maar dragen hem toch. Maar ik vind het gewoon een supermooie schoen. Dus bij deze schoen heb ik daar heel snel geen problemen mee. En normaliter bij restocks blijven schoenen altijd gewoon wel hangen op websites en dergelijke. Maar deze was gelijk uitverkocht weer. Anytime, dus ja. Dus wat dat betreft maakt het niet zo heel veel uit? Nee, maakt voor mij sowieso niet uit als de schoen wordt gerestockt. Ik denk van, ja, het is toch fijn als iedereen die schoen kan hebben. Ja. Hoe denk jij daarover, Ginny? Ja, het ligt er echt aan wat voor model het is. Als het echt bijvoorbeeld een BRS is of zo, weet je. Ja. En hij wordt nu weer gerestockt, dan denk ik nee. Want ik heb zoveel moeite gedaan voor die schoen. En als een, ja, tussen haakjes normaal iemand, a.k.a. not sneakerhead, dan hè, die schoen gaat kopen. Dan, dan denk ik, ja, dat is dan wel weer jammer. Maar een silver bullet of zo, ja, weet je. Ja, dat maakt dan niet zo heel veel uit, vind ik. Nee. Omdat de Silver Bullet is gewoon eigenlijk een all-time classic. Die blijft toch wel terugkomen. Ja, vind ik wel. En ook in meerdere kleuren. En bijvoorbeeld een Blue Ribbon Sports of zo. Ja, dat is toch een soort van ander dingetje. Ja. Maar jullie zeggen nu eigenlijk unaniem dat ik mijn bek moet houden. Dan nee, komt er nee hoor. Helemaal niet. Okay. Want het zou dus weer grimmig worden. Ginny, over restocks gesproken. Welke schoen heb je aan? Ik heb de Yeezy Wave Runners aan. Een soort van pantoffels voor mij. Ik word van die restocks ook echt moe. Dit is de derde keer, dacht ik, dat ze nu uitkomen. Ik heb de tweede release, zeg maar, gepakt. De eerste was ik te laat mee, dus ik ben wel blij dat ik hem uiteindelijk wel weer als restock kon kopen. Mm-hmm. Maar ja, zoals wat je zegt, het is nu, ja, iedereen draagt het nu, dus het is eigenlijk niet meer heel erg speciaal. Maar toch vind ik ze wel heel mooi. Maar dat is echt zo'n gevalletje, zuur dat je er dan voorheen misschien veel moeite voor gedaan hebt. Omdat hij dan nog een keer komt en nog een keer. En ik moet wel echt zeggen dat ja, de Yeezy is daar wel echt bijna marktleider in schoenen opnieuw uitbrengen. Waarvan ze eerst zeiden, ja, maar dit wordt echt de kleinste oplage ooit. Dat zeiden ze ook over die Frozen Yellow. Ja. En het bleek dan uiteindelijk aan het eind van het jaar misschien wel de grootste oplage ooit te zijn. Ja, wat kan ik erover zeggen? Ik ben niet echt een grote Yeezy fan, weet je. Ik vind het een mooie schoen. Het is een hele elegante schoen. Ik vind het mooier bij vrouwen dan bij mannen meestal ook lijken. Of mannen met kleine voeten. Maar hij had wel geroepen, hij heeft wel de hele tijd geroepen van, het moet voor iedereen zijn. Dus we hadden het kunnen verwachten met z'n allen. En ik vind het echt lullig als je €1500 hebt betaald, dus voor dat model eerst. En dan nu betaal je gewoon lekker 300 en worden ze niet eens uitverkocht.
Ik ben het helemaal met je eens. Hij had natuurlijk vooraf gezegd van, ja, het moet bereikbaar voor iedereen worden. Ja. Maar dan is het toch zuur dat er online gecommuniceerd wordt. Ja, dit wordt echt de kleinste oplage ooit. En dan komen ze daar 3/4 jaar later toch weer op terug. Ja, maar als je het kijkt, het is toch meestal, ik weet niet hoe die jongen precies heet, GC Mafia en dat soort gasten, die geven toch meestal de oplages op. Het is niet Adidas zelf. Dus het is, wie bedenkt dat er zo weinig uitkomt? En wie heeft gezegd dat er niet een restock komt? Maar dat zijn wel altijd de kampen die zoveel inside information hebben, dat ik eigenlijk denk dat het een soort molletje van in dit geval Adidas is. Kan. Het moet gewoon verkopen, toch? Iedereen wil geld verdienen. Ja. En hij is eindelijk weer rijk, hè? Dus hij heeft het wel goed gedaan. En daarmee is alles weer helemaal kapot gerelativeerd. Dus dat. Ik richt me even naar de andere kant. Chris Riemens, hoofdredacteur van de FHM. For Him Magazine. Yes. Wat wij nu allemaal aan het vertellen zijn, snap je er iets van? Of denk je, wat is dit voor sneuwe bende? Nee, zeker geen sneuwe bende. Ik snap er niet heel veel van, maar ik vind het wel interessant. Wat voor schoen heb je zelf aan? Ik heb high-tech Shadows aan. En hoe ben je eraan gekomen? Even kijken. Ja, ik heb ze niet gekocht, eerlijk gezegd. Maar wel gekregen via werk. Ah ja. Ja. En hoe vaak gebeurt dat? Nu even met de billen bloot. Ja. met enige regelmaat, ja. Dat zou jij denk ik ook wel herkennen. En jullie denk ik ook wel. Dat je regelmatig verwend wordt met nieuwe schoenen. Of andere spullen. En wat voor spullen krijg jij dan? Want laat me even bij het begin beginnen. Je werkt inmiddels al 10 jaar voor FHM. Ja, ik ben in 2010 begonnen als stagiair en nooit meer weggegaan. Zo. Ja. Maar nu ben je dan eigenlijk daar de big boss. Ja, in 2013 toen is FHM overgegaan van print naar van maandelijks tijdschrift naar online magazine. Mm-hmm. En toen ben ik doorgeschoven naar de positie van hoofdredacteur. Vet man. Ja. En toen dat van tijdschrift naar online ging, hoe kwam jouw naam dan zeg maar ter sprake om hoofdredacteur te worden? Wist je al veel van het online gebeuren? Deed je dat al? Ja, precies. Ik ben na mijn studie als redacteur in dienst gegaan. We maakten het met een klein team, met z'n vieren. Twee wat oudere, twee jonkies. En de jonkies deden online sowieso al. En de jonkies zijn toen doorgegaan naar de nieuwe situatie, zeg maar. Dus naar de online variant. En toen ben ik doorgeschoven als eigenlijk echt voor de leeuw gegooid, hoor. Want ik was net een jaar in dienst als redacteur. Mm-hmm. Ik had nog een hoop te leren, maar gaandeweg heb ik het allemaal wel redelijk onder de knie gekregen, denk ik. En omdat je zo voor de leeuw werd gegooid, zijn er dan ook dingen falikant misgegaan? Ongetwijfeld zijn er wel dingen misgegaan, maar ik heb nu niet echt iets waarvan ik denk, dat is echt helemaal in de soep gelopen. En mis jij nog iets van de papieren tijd? Ja, zeker. Ik vind het nog steeds eigenlijk het mooiste om met print te werken. Daarom vind ik die FHM 500 ook zo tof dat we dat nog uitbrengen elk jaar in print. Mm-hmm. Het liefst zou ik nog wat vaker in print verschijnen. Dus wat specials elk jaar. Maar tot dusverre nog niet. Maar er zijn wel plannen voor volgend jaar. In 2020 bestaan we 20 jaar. Dus dat zou een perfecte gelegenheid zijn. Maar is dat dan omdat het voor jou ook als schrijver magischer is om je woorden op papier te zien staan? Ja, dat is toch wel. Dat is het gewoon. Ja, dat is. Ja, ik weet niet. Dat is toch iets. Staat net een treetje hoger in de hiërarchie of zo. Aan de andere kant vind ik online heel tof dat daar alles meetbaar is. Dus ik kan zien hoeveel er geklikt is op mijn artikel, hoe vaak het is gelezen. En bij een tijdschrift dan verstuur je het en je hoort er nooit meer wat van. Of één lieve lezer stuurt nog een brief dat hij zo genoten heeft van je artikel. Maar dat gebeurt nooit. Wat dan betreft wat er helemaal hybride is. Hij ligt voor je, de FHM 500. Ja. Daar staan de mooiste vrouwen van dat jaar dan in. Ja. Volgens de lezers van FHM en mensen die door de meisjes die erin staan gedwongen zijn om te stemmen, denk ik. Want het is een tijdschrift, maar dat vindt zich ook online heel erg, speelt het zich af. Ja, klopt. Ja. En hoeveel jaar doen jullie er nou? Hij is in 2010 is hij voor het eerst gedaan. Mm-hmm. Hij is dus eigenlijk een voortvloeiing uit de 100 Sexiest, die vroeger is gewonnen door Jolante, Chantal Jans, Ellemieke Vermolen, dat soort vrouwen. En in 2010 is de FHM 500 geworden, als kleine knipoog naar de Quote 500 en de Lekker 500. Voor de restaurants. En we doen het nu. We hebben hem nu in 2010, 2012 en nu de afgelopen 4 jaar hebben we hem gedaan. Dus dit is
Ja, het voelt als het vierde jaar op rij. En het is toch leuk dat we hier dan aan tafel zitten met iemand die er in 2018 heeft ingestaan. Ja. Ik hoor dan iedereen denken dat dat is Non, maar nee, dat is Ginny. Ja, niet in een magazine zelf, hè? Nee, maar wel in de lijst. Ja, toch? Klopt. Ja, ik was ervoor benaderd en het ja, zal altijd wel leuk, toch? Ik zag jou ook online staan. Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja, ja. Ik heb er verder niks mee gedaan hoor, met dat stemmen en zo. Maar ja, het is toch altijd wel leuk, toch? Als, als je ergens wordt, als je ergens in zo'n lijstje staat. De cirkel qua gasten is weer rond. Nou weten we inmiddels dat Christy is de hoofdredacteur van de FHM. Mm. Nou, begeef ik me altijd, heb ik het gevoel op glad ijs. Dus jij mag zelf zeggen, ja, hoe zou ik jou... Wat staat er op je visitekaartje, laat ik het zo zeggen. Wat er op mijn visitekaartje staat? Voor in daarin bedoel je? Nee, voor in gewoon jouw real life. Ja, dat gaat bij mij echt van hot naar her eigenlijk. Ik doe van alles en nog wat. Momenteel ben ik fotografie juist weer aan het oppakken. Dus dat is heel iets anders dan echt in de sneakerwereld. Maar ja, je kan dat natuurlijk ook weer heel goed combineren. Dus wat ik nu eigenlijk doe, is mijn vriendinnen fotograferen. Ik ben bezig met een eigen projectje. Mm-hmm. Dus dat komt dan weer soort van in de buurt van dat. Iedereen zegt al, ja, Ginny, je hebt zulke mooie vriendinnen. En dan denk ik, ja, waarom leg ik dat niet even vast? Dus daar ben ik nu zelf mee bezig. En eigenlijk is het altijd gewoon een beetje rongleren in dat sneakerwereldje. Dus campagnes doen, fotoshoots hier en daar, een beetje reizen. Mijn blog nog steeds. Maar ja, ik merk wel dat mensen online minder lezen. Vooral op blogs. Echt, weet je wel, van outfit inspiratie. Dus dat soort dingen. Dat lezen mensen niet meer. Je merkt nu echt dat Instagram heel erg popping is. Het is gewoon meer, laat de foto maar zien en laat het verhaal achterwege. Dat is het eigenlijk. Ze willen gewoon weten waar je het hebt gekocht. Je tagt de merk en that's it. Maar ze willen niet meer een uitgebreid verhaal van, hey, ik ben vandaag gaan shoppen in Utrecht. Ik heb dit en dit gekocht. Dat lezen mensen niet meer. En dat vind ik wel jammer. Want daar had ik wel heel erg veel plezier in. Ja. Om gewoon echt een heel verhaal ervan te maken. Van, hey, ik heb dit en dit gekocht. Dit zijn mijn tips. Hier moet je heen gaan. Hier heb ik gegeten. Ja, dat vinden mensen niet meer echt interessant. Doe het daardoor ook minder? Ja, eigenlijk wel, ja. Want ja, op een gegeven moment lezen heel weinig mensen. Want ik zie natuurlijk ook die statistieken. En dan denk ik, ja, doe ik het nou voor mezelf? Of ja. 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 Hoe gaat het bij jullie? Dat gaat wel goed eigenlijk. Het is wel steady. We zitten zo op rond 500.000 unieke bezoekers per maand. En dat is eigenlijk al, is nu gewoon steady rond dat aantal. En, maar ja, wij zijn ook net iets anders dan een blog, denk ik. Ja, bij ons precies. Komen zeg naar ons toe om artikelen te lezen. Dus ik denk dat dat wel verschilt met een blogger. Zeker, ja. Maar dat lijkt me wat dat betreft voor jullie eigenlijk ook fijner dat je nu online opereert. Omdat ja, als het ook nog eens naar de drukker zou moeten, dan ben je met de technologie van vandaag eigenlijk met je nieuws altijd te laat. Ja, zeker. Ja, als je dat doet, dan moet je gewoon een tijdloos magazine maken. Mm-hmm. Een soort van bewaareditie die met een special rondom een bepaald thema bijvoorbeeld. Je moet niet het nieuws gaan proberen achterna te jagen. Juist maken eigenlijk. En is het voor jou nog op een bepaald vlak, als je terugkijkt naar toen je bij FHM begon, naar nu heel erg veranderd? Zo van, toen schreven we ook over dit, maar dat doen we nu echt niet meer. Ja, ik moet zeggen, in het blad kwam wat besteden we echt veel aandacht aan fashion. Ook omdat het commercieel natuurlijk interessant is. En online, ik merk dat onze doelgroep puur fashion niet heel erg geïnteresseerd is. Sneakers daarentegen wordt wel gelezen en gewaardeerd. En wat, dus. wat schrijf je of doen jullie dan over sneakers? Ja, sneaker releases, maar zeg maar niet, niet op een niveau van een Hypebeast of een High Snobiety, die daar veel meer aandacht aan besteden. Maar wel ja, bepaalde releases van de 5 vetste sneakers van deze maand, die zijn gereleased een beetje op die manier. Ja. Ja. Hoe volg jij dat, Ginny? Ja, sneaker releases. Ja. De ene keer ben ik echt, dan sta ik ermee op en dan denk ik, oh, ik ga nu kijken wat er volgende week uitkomt via de drop date. Maar daarna denk ik van, oh, dan heb ik er weer 10 gemist of zo. Dan denk ik, hè, is deze Jordan uitgekomen? Dus ja, het ligt er een beetje aan wanneer ik eigenlijk zin heb om te kijken en wanneer niet. Ja, het verschilt heel erg. Maar wel Instagram. Nou vertelde Chris net dat er bij de FHM een voordeel is dat hij zo nu en dan wel eens mooie spulletjes krijgt. Jij hebt 45.000 volgers op Instagram. Mm-hmm. Hoe gaat dat bij jou? Ik werk wel veel samen met merken die mij dan af en toe dingetjes opsturen waarvoor ik dan weer ga schieten. Eigenlijk wat het is, je hebt natuurlijk gewoon PR-bureaus en daar sta je dan soms ingeschreven en die hebben dan gewoon je adres. En als er dan iets nieuws uitkomt, dan denk ik van, hey, dit past bij Ginny, sturen we naar haar op, kijken of ze het leuk vindt of...
ja, zo gaat dat eigenlijk. Maar ik moet zeggen dat het eigenlijk wel alleen merken zijn die wel echt bij mij passen. Ik krijg wel eens dingetjes binnen die dan ja, net niet bij mij passen. En dan stuur ik wel gewoon netjes een mail van... hey, dit is niet echt mijn ding. Vind je het goed als ik het terugstuur? Stuur me duurere shit. Geef me Gucci-tas, ja. Maar zijn ze dan niet beledigd? Nou, ik denk juist dat het fijn is dat er niet zomaar onnodig spullen worden gestuurd naar mensen die er uiteindelijk dan toch meer niks meer mee doen. En als ik geen reactie krijg, dan heb ik een adresje in Afrika waar ik het naar stuur om het dan toch iets goeds mee te doen, zeg maar. Ja. Dat vind ik ook. Dus, ik heb wel een paar keer een volle doos met schoenen opgestuurd naar Afrika, ja. Dan doe je er toch iets goeds mee. Maar ja, die vraag ik wel gewoon merken die echt bij mij passen. En dat zijn voornamelijk inderdaad dan gewoon sneakers, ja. Ja, maar nou zie ik op jouw Instagram dat... ja, wat de sneakermerken betreft en de kleding die daarbij hoort... om zomaar te zeggen, weet je wel echt wat er speelt en waar je moet zijn. Maar komen die producten waar jij dan echt van houdt... komen die dan ook zo op die manier bij jou terecht? Nou, het ligt er een beetje aan. Kijk, soms dan ben ik op reis en dan kom ik bijvoorbeeld... toen ik in Hongkong was, toevallig voor een artikel van de FHM was ik... voor Wrangler was ik naar Hongkong gevlogen. Voor een artikel dat werd gepubliceerd daarin. Dus dat is best wel grappig. Ik heb er dan toch wel in gestaan. Ja. Maar dan kom je in de Beijing Ape Store. En daar heb ik dan ook weer bijvoorbeeld connecties gelegd. Dus soms kom je door middel van reizen dan toch wel weer leg je connecties. Maar ja, ik word nou niet gesponsord door een Supreme of zo, weet je. Nee, ik bedoel, dat koop ik dan wel gewoon zelf. Maar om heel eerlijk te zijn, ben ik de laatste tijd wel heel erg bezig om minder fast fashion te kopen. Dus dan echt alleen vintage, maar dat kan ook Supreme zijn. En waarom? Het is natuurlijk beter voor het milieu. En de laatste tijd is natuurlijk zo'n ophef over dat alles. En ja, je wilt toch ergens toch, ik in ieder geval, een steentje bijdragen. En uiteindelijk, weet je, je kan heel veel kleding hebben, maar op een gegeven moment komt er een punt. En dan denk je, ja, heb ik dit nodig? Nee. Waarom koop je het dan? Ja, het is toch een soort van, omdat je in die wereld zit, blijven kopen. En dit komt in de mode. Oh, dat moet ik hebben. Dit komt in de mode. Ja, en ik wil eigenlijk gewoon dat niet meegeven aan mijn volgers. Het is toch een beetje een soort van, ja... ander soort iets meegeven aan hun. Maar het lijkt me toch best wel moeilijk om die verandering te maken. Want ik zag dat je bent ook Hype Bay. Een soort van, ja. Ja, is gewoon, ik zag het staan. Het is gewoon official. Maar dan, kijk, ook met de kleding die je draagt. Mm-hmm. Dat zou het mij toch wel, als ik jou was, moeilijk lijken om dat opeens achterwege te laten. Omdat ik zou denken, ja, maar mijn volgers willen dat zien. Klopt. Of ben je er niet op die manier mee bezig? Als je heel goed kijkt, dan zie je het steeds minder. Dan zie je echt de dingen die ik aan heb. Dat zijn echt dingen die ik al heel lang in mijn kast heb hangen. Dus dat zijn niet nieuwe dingen die ik heb gekocht. Bijvoorbeeld een Beijing Ape jas, die heb ik dan al 4 jaar. Dus dat heb ik dan 1 keer zo gekocht. Maar het mag dan misschien nu niet van de nieuwe collectie zijn. Maar ik maak het dan wel weer in de mode, zeg maar. Zo probeer ik het een beetje te doen en toch meer vintage dingen te kopen. En niet echt dingen die nieuw zijn. Ja. Ik vind dat ook eigenlijk toffer, want daarmee kan je ook wel laten zien dat je niet... elke donderdag iets moet hebben, vrijdag een foto maken en op zaterdag maar weer verkopen omdat het uit is, zeg maar. Ja, ja, ja. En dan laat je toch wel een beetje zien dat je ook weet wat er jaren geleden uitkwam. Mm-hmm. Dus dat je niet een nieuw kid on the block bent die alleen maar hier voor de hype is. Ja. Snap je dat, Non? Nee, ik snap het volkomen. Ik ben oldschool, ik hou juist van oudere dingen. Ik vind dat nieuwe, ja, is leuk en aardig. Weet je, maar ik vind het wel mooi als juist jongeren, ik zeg niet dat zij dan heel jong is, maar laten zien dat er vroeger ook een heel ander ding was. En dat waardeer ik ook veel meer. En daar zou ik ook veel eerder naar kijken dan al die jongeren die nu alles nieuw moeten posten. Zo van, ik ben in, ik ben hot, ik ben dit. Is goed voor hun, maar niet voor mij. Nee. En denk je dat de jongeren van nu wel... kijken naar wat er ook vroeger uitkwam qua Supreme, Nike of dat soort dingen? Of echt alleen maar is zolang er Off-White op staat, wil ik het hebben? Ja, ik vind het heel moeilijk. Je ziet wel altijd heel erg verschil. Je ziet of ze hebben dat van hun ouders meegekregen, die dan zeg maar mijn leeftijd zijn, die dat dan hebben, ja, van kijk, wij hadden dit en dat Supreme bestond al heel lang. Het is niet alleen nieuw of zo, weet je. Maar ja, als je dat niet mee hebt gekregen, dan ken je het alleen van plaatjes. Je weet hoe het Instagram is. Het is gewoon een fotootje en je ziet het. Oh, dat zou wel cool zijn. Dus dan is het cool. Omdat die 50.000 follower heeft. Hij draagt het of zij draagt het. Dan moet het zo zijn. En dat vind ik altijd wel jammer. Want ook als ze bij mij in de winkel komen, zeggen ze... ja, heb je die nieuwe Supreme gezien? Die box logo.
Dan denk ik echt bij mezelf van, ja, sorry. Het is echt niet nieuw. En soms worden ook sommigen echt boos. Ze denken dat het echt nieuw is. Het is net als een Air Max. Ja, had je die rood-witte Air Max. Met die anniversary was echt gewoon bizar. Gewoon hoeveel mensen mij uit gingen leggen dat het de nieuwe Air Max was. Ze geloofden gewoon niet dat dat in 1987 dus al was. Ik heb dat gehad met een tuinbroek van Tommy Hilfiger. Die had ik op de middelbare school. En toen had ik daar een tijdje terug een... ik had die aan op mijn pasfoto. En ik had een tijdje terug een throwback gepost met die tuinbroek aan. En toen kreeg ik allemaal reacties van jonge kids. Hoe kan het dat je die tuinbroek toen had? Ja maar echt. Ja, omdat die toen uitkwam. Ja echt. Als we dan toch zo over het verleden praten. Hoe is het voor jou eigenlijk begonnen, het verzamelen van sneakers? Of de liefde ervoor? Ja, ik werkte toen ik 16 was in Rotterdam, mm-hmm, bij Corelli Concept Store. Mm-hmm. Daar is het eigenlijk allemaal begonnen, want wij hadden een shop-in-shop, Ginza. En Margaret was de eigenaresse van Ginza. En eigenlijk doordat wij dat in Corelli hadden, in dat hoekje, ja, viel toch elke keer mijn ogen weer op een schoen die binnenkwam. En het was zo apart. En ja, ik werd gewoon instant verliefd. En dat is eigenlijk begonnen bij de Jordan 3 Black Cat. En dan heb ik mijn moeder echt gesmeekt van, mam, ik wil deze schoen hebben. En sindsdien is het eigenlijk een soort van uit de hand gelopen hobby geworden. Eigenlijk was het gewoon van elke keer mijn salaris krijgen als 16-jarige meteen uitgeven aan schoenen. Hoeveel paar heb je? Nu valt het wel mee. Ik heb het eigenlijk niet geteld om heel eerlijk te zijn. Maar ik denk dat ik nu rond de 150 of zo zit. Zoiets, maar het is ooit wel meer geweest. Maar ik ja. heb hier ondertussen een plaatje van het Jordan. Ja. Black Cat. Helemaal zwart. Ja, dat was echt mijn favoriet. Nog steeds wel een van mijn favorieten hoor. Heb je hem nog? Ik heb hem nog, ja. Ik heb die bewaard. Want elke keer als ik dan zoiets leuks doe als dit en mensen vragen ernaar, dan vind ik het toch wel leuk om te kunnen zeggen dat ik hem nog heb. Ik heb hem nog, ja. Ik heb hem nog helemaal onder het stof. Ja, zo zit ik ook wel te wachten tot ooit de allereerste Air Max die ik had, als die ooit weer opnieuw uitkomt, dan wil ik die ook wel hebben. Ik heb echt al zoektochten ernaartoe gedaan online. Maar wat was jouw eerste Air Max dan? Ja, dat was die Air Max BW. Maar die was groen met wit en zwart. Ja, ik kan die gewoon nooit ergens vinden. Dat ik bijna met terugwerkende kracht zit erin. Donkergroen met crème of echt helemaal wit? Nee, donkergroen. Heel klein beetje zwart en een heel klein beetje wit. Maar overal was die echt donkergroen. En ik begin gewoon bijna mezelf te twijfelen. Omdat ik denk, nou, dat scheiding, er moet toch wel ergens een foto van te vinden zijn. Ik kan zo meteen wel even een fotootje laten zien. Ja, anders gaan we na de show even vergoogelen. Ja. Hoeveel tijd besteed jij eigenlijk aan het vinden van sneakers? Dat valt eigenlijk wel mee, om heel eerlijk te zijn. Maar ja, je hebt toch ergens wel plugs, om het maar even zo te zeggen. Dus ja, hier heb je dan weer iemand werken of hier ken je weer iemand. En ja, elke keer als iets uitkomt, dan krijg je toch een soort van heads-up van, hey, deze komt binnen, vind je die leuk? Wil je een campagne doen of wil je een fotoshoot doen ermee of iets? Dus nu wel iets minder moeilijk dan vroeger eigenlijk. Want hoe ging dat vroeger bij jou? Ik moet zeggen, toen ik weg was bij Gorilla was het natuurlijk wel lastiger. Want toen werkte ik niet meer in een sneakerzaak. Volgens mij ging ik toen even denken bij de V&D zelfs werken. Ja, dat is heel iets anders. Dus dan kom je veel minder makkelijk in aanraking met iemand die in een sneakerscene werkt. En toen was Instagram er nog niet. Ik had mijn blog nog niet. Dus. Maar als er dan een heel lekker broodje bij Laplace uitkwam, dan kon je wel fixen. Ja, dan wel, ja, ja. Nee, dat was wel lastiger. Ik denk, ja, ik kijk gewoon elke week online wat er uitkomt. En dan, dan heb ik even die of dan heb ik even die om te kijken van, hey. Maar en waar kijk je dan online? De Dropdate. Altijd eigenlijk wel. Dat is mijn standaard website wel, ik ken ook een andere site, die heet Sneaker. Ja. Je hebt ook een release. Nou, daar kom ik ook wel eens op, hoor. Ja, zeker. Absoluut. Ik moet je zeggen, ik raadpleeg sneakerjagers hun release kalender heel vaak als ik met Sam, Vijs Bespokes, als we samen weer een schoen gaan maken waar we een bepaalde kleur zool voor nodig hebben. Want dan kan ik via hun zoekmachine zien waar ze hem nog in mijn maat hebben. En het belangrijkste voor dit geval, waar die het goedkoopst is. Want dan gaan we de hele schoen slopen en hebben we alleen de zool nodig. Dus ja, dan wil ik echt zo min mogelijk pijn lijden qua kosten. Ja. Maar je vertelde, het begon met die Black Cat. Wat is de schoen waar jij de meeste moeite voor hebt moeten doen?
Even nadenken. Ja, om heel eerlijk te zijn, eigenlijk niet echt één of zo. Want ja, er was een schoen, die BRS dus, die ik heel graag wilde. En eigenlijk heb ik daar heel lang naar gezocht. Maar jij zegt BRS? Blue Ribbon Sports, de Air Max 1 uit 2005. Ik ga daar eens even googlen. Van de Powerwall serie. Ja, daar, ja, ik heb daar heel lang naar gezocht. Maar uiteindelijk had het oud vriendinnetje van mijn broer hem. Dus ja, ik kon daar heel makkelijk dan opeens aankomen. En zij had ook nog de Morning Glory. Dus ja. Ik heb ze alle twee toen voor een hele goede prijs kunnen kopen. Is dat deze? Ja, dat is echt. Ik denk dat het ook wel gewoon, ja, dat is, als je die in jouw maat hebt, is echt geluk. Ja. Ik denk ook wel echt dat ik de enige ben met een maat 36,5 in Nederland. Ook, ja. Ja. Welke US-maat is dat? 4,5. Ja. Ja. Ik denk dat ze, ja, want ik weet nog, wij zijn nou toen met z'n allen bij dat event geweest, dat was in Rotterdam. En er was maar één of twee kleintjes waren of zo. En voor mij heeft zij die toen genomen. Ja, voor mij de dag daarna heeft zij die zelfs gekocht. Oh. Ja, en er waren maar heel weinig. Maar waarom heet die, wat zei je nou, Blue Ribbon Sportswear? Ja. Maar ik zie helemaal geen blauw in die schoen. Nee, dat is de oude naam van Nike. Nike. Ja. Oh, zo, echt? Ja. Wow. Dan mag je de volgende keer, volgende uitzending, mag je daar een heel ding aan wijden. Ik zit echt hier met klapperende oren. Ik weet er verder niet heel veel over, hoor. Anders zeg ik dadelijk weer rare dingen. Maar dat is de oude naam inderdaad. Dat vind ik het leuk aan deze show. Ik leer hier ontzettend veel. Ja, heel veel mensen weten dat, denk ik ook niet. Let op, natuurlijk allemaal reacties. Ja, hoe kan het dan dat hij deze show presenteert? Hij weet niks. Hashtag kakaboy. Van beter. Chris, zou dit iets zijn waar jij op zou lopen? Ik vind deze wel vet, hoor. Ja? Zeker. Ja. Je durft... Ik zou hem aandurven. Wat kleuren betreft durf jij wel lekker gek te gaan? Ja, ja. Wat is eigenlijk jouw favoriete schoen? Heb je die? Ja, ik vind die Sun Waterspoons. Ja. Die vind ik echt heel dik. Die zou ik graag willen hebben. Dus ook mijn favoriet. Mocht iemand ze hebben, dan wil ik ze graag hebben. Misschien ik heb ze maar niet in jouw maat. Je hebt ze in maat 36 dus. 36,5, ja, maar ze vallen zo groot dat ik gewoon een soortje erin heb. Ja. Ja, misschien pas je ze wel. Ik heb normaal gesproken dan 7,5 voor dat model. Ja. En met die Sean Waterspoon had ik echt wel een 6,5 kunnen halen. Maar heb je een zoogje ook erin of dat niet? Nee, maar dat komt eigenlijk omdat dat is dan alweer tegen mijn principes. Ik vind het irritant. Ik wil gewoon... Hij moet gewoon net als assenpoester, moet hij passen. Ja. Maar wat kost hij tegenwoordig? 700, 800 euro, 900? Durf niet te zeggen. Ik durf niet te zeggen, want hij ging eerst een tijdje omhoog. Want hij had zogenaamd gezegd dat hij ermee zou stoppen. Terwijl ik dacht, je hebt gewoon een wedstrijd gewonnen. Voor mij heb je niet eens een collaboration met Nike. Maar hij zou stoppen met de collaboration. Toen ging de prijs omhoog. Maar voor mij gaat hij nu alweer een beetje naar beneden. Maar hij is wel echt gestopt nu, toch? Want hij zou toch die Air Max 1 nog uitbrengen. Maar dat is uiteindelijk toch ook niet meer... Ja, maar het was een wedstrijd. Ja, van die wel. Maar ik dacht dat hij daarna nog zeg maar met Nike verder ging... Ik weet het niet. Voor mijn gevoel was het gewoon dat hij die sample... en hij wilde dat hij die sample uit wou komen. Maar dat was mijn gevoel, hè. Yeah. Want ik had het toevallig nog van de week met ook een paar mensen over. Dat hij die sample uit wou brengen. Maar ja, als Nike niet jouw sample wil uitbrengen, wie ben jij dan? Dat klinkt dan heel hard, weet je. Yeah. Maar ik bedoel, we weten hoe groot Nike is. Ja, dan is het toch gewoon klaar. En toen was het in één keer van, ja, het gaat niet door. Maar ik dacht, ja, je hebt een wedstrijd gewonnen. Net als die Tokyo Maze heeft ook gewoon iemand gewonnen. En die schoen wordt gewoon uitgebracht en dan is het ook klaar. Ja. En als die persoon van Tokyo Maze ook in één keer gaat zeggen, ja, er waren nog samples. Maar ik heb ook gelezen dat die wedstrijd ook niet helemaal eerlijk is gegaan en zo. En daarom blijft toch altijd vraagtekens een beetje zo dus van. Het is wel echt een mooie schoen. Ik ben er echt heel blij mee. Het was gewoon verfrissend. Daar moet wat gebeurd zijn. Want de hele wereld is lyrisch over die schoen. Ja. En er stond nog een één of twee samples klaar. Die zijn nooit uitgekomen. Dus ja, daar is natuurlijk onderhuids iets gebeurd. Maar stonden ze klaar? Of waren dat de eerste kleuren? Dat weet niemand dus. Nee, maar wat ik frappant vind is dat hij daarna nog wel bij Nike in Londen... Ja. Bij die Bespoke... Ja. Heeft hij nog wel een paar weer gemaakt met Nike. Ja, maar dat is toch een Bespoke? Iedereen mag snap bespoke ik. Maar ik kan me niet voorstellen dat Sean Waterspoon... dan in Londen een afspraak gaat maken bij Bespoke... daar 1000 pond betaalt... Dat denk ik. Ik weet het niet. Ik was er niet bij, weet je. Maar en helemaal wat ik niet als die onderlinge wrijving is geweest. Dat hij daarna denkt, nou dan ga ik nu in dit bedrijf 1000 pond stoppen voor een bespoke. Nee, die bespoke was voor. Was er nog voor. Hè. Daarna komt pas. Ja, maar pas, ik bedoel zeg maar, die ene met dat regenjasje. Ja, maar het was voor. Hij zei daarna nog, die schoen gaat komen. Toen postte hij nog die sample. Dat was daarna. Dat was na de bespoke. Dus misschien,
als hij die bespook daarna zou maken, kan ik me voorstellen dat we dat dachten, weet je. Maar we zullen dat nooit weten. En ik denk bij mezelf ook gewoon, weet je, dan denk ik gewoon financieel en dat denk ik, ja, gewoon heel grof. Wat zou je doen, een sporter of een Sean Wotherspoon? We weten in Amerika dat een sporter veel groter is dan een Sean Wotherspoon. Ja, maar dit is qua schoen, qua nieuwe hybride, nieuwe kleurencombinatie, echt heel goed ontvangen door alle fans. Ja, ik zou denken, waarom jets je daar niet één of twee achteraan? Ja, maar een vriend van mij zei, als Michael Jordan een schoen uitbrengt, dan zijn het er miljoenen. En dat wordt ook goed ontvangen. En als Sean Wotherspoon een schoen uitbrengt, nou, laten we zeggen, zijn het 100.000. Waar verdien je geld aan? Dus, en dan kunnen tuurlijk, ze wel... maar de weegschaal is natuurlijk in balans met massa en met coole dingen voor het imago. Mm. Ja, daar ben ik het mee eens. Maar was het cool? Als het cool was, zeg ik, was die schoen uitgekomen. Dat denk ik dan, hè? Dan was die sample uitgekomen, maar blijkbaar was het niet cool genoeg. Is hetzelfde waar we het vorige keer over hadden met Kanye, met die Red Octobers en zo. Ze hebben ook tegen hem gezegd van, ja, dan ga je toch lekker weg. Dus blijkbaar was Kanye ook niet cool genoeg en kijk nu. Nee, precies, maar ik denk dat het dan niet gaat over een schoen die cool genoeg is, maar ik denk toch onderlinge beef. Het zou kunnen, dat ik weet het niet. Ik zie overigens dat deze Sean Wotherspoons in US 6,5, die ik dan zou moeten hebben, hè, wil ik dat die goed past, is onlangs verkocht voor iets meer dan 1000 euro. Maar goed, het kan natuurlijk zijn dat op het moment dat je deze aflevering terugkijkt of beluistert op Spotify of iTunes, dat die prijs weer helemaal anders is. Want zo snel gaat dat tegenwoordig, hè? Het kan vriezen en het kan dooien qua prijzen. Ja. Nou. Handel jij er ook in? Nee. Nee, weet je, Dat mensen dat doen, dat resellen, dat moeten ze helemaal zelf weten. Maar ik ben toch meer een beetje van de oude garde. Ik vind gewoon dat iedereen een eerlijke kans moet krijgen. En ik sta ook gewoon in de rij voor een raffle. Dat doe ik ook gewoon eerlijk. Of ik nou een uur moet wachten of niet. Als ik een schoen graag wil hebben, doe ik dat gewoon. Campen doe ik dan niet. Ik weet niet, dat heb ik nooit eigenlijk echt leuk gevonden. Het is ook eigenlijk nooit voorgekomen dat ik zou gaan campen. Maar nee, als ik zelf een schoen niet meer leuk vind, dan verkoop ik hem wel, maar dan niet voor zo'n prijs of zo. Maar ja, mijn Sean Wotherspoon zou ik ook niet wegdoen. Allemaal reacties binnen die zeggen, hey, ja, maar die Ginny zei net nog dat ze wel eens een plug heeft. Ja, klopt. Maar niet altijd, hoor. Ah, okay. Heel af en toe. Maar stel je nou voor, jij ziet een paar schoenen wat je graag wil hebben en dat zou je wellicht via een plug kunnen regelen. Plug. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Buiten het feit dat ik heel vaak ook gewoon pech heb, want dan ben ik of te laat, of dan weet je, kan het niet, want dan gaan klanten gewoon voor of whatever, maar dan een belletje en dan... maar ik moet er wel wat voor terug doen natuurlijk. Het is niet dat ik gewoon even ergens kan aanbellen en een schoen krijg en that's it. Nee, dan moet er toch een soort samenwerking? Ja, precies. Weet je, ik bedoel, dan maak ik foto's of dan gebruik ik het voor een andere shoot of iets of doe andere dingen voor diegene van wie het is. Ik noem geen namen, maar... Moet je dan wel betalen voor de schoen of krijg je hem dan? Nee, ik betaal altijd voor de schoen. Ja, altijd. Zeker, absoluut. Ja, ik wil toch nog wel van jou weten wat je in de loop der tijden allemaal door jouw werk bij FHM hebt gekregen. Oeh. Nou, vooral ervaringen. Nee, dat wil ik niet weten. Nee, je wil gewoon materialistische shit. ik heb een leuke elektrische fiets. Die is dik. En is dat een beetje een blitzmodelletje? Ja, dat is wel een blitzmodelletje, vind ik. Ja. Hij kan ook echt fucking hard. Ja, een 45 heb ik ermee gehaald. Moet ik wel echt volle bak meetrappen, hoor. Maar het is een Watt. Ik weet niet of je die kent. Maar, nee. Maar worden jullie vaak gepaard met hotelovernachtingen, etentjes, vakantietjes? Ja, als journalist word je wel echt zwaar in de watten gelegd. Bijvoorbeeld als je met Jaguar meegaat op een trip naar Noorwegen. Allereerst al, Noorwegen is al super dik. Nou, dan slaap je echt in de dikste hotels die ik normaal never nooit zou kunnen betalen, zeg maar. Dus dat zijn wel dingen waarbij je flink in de watten wordt gelegd. En dan is bij jullie de afspraak dat je er een artikel over moet schrijven? Als je zo wordt uitgenodigd voor zo'n trip, dan bijvoorbeeld die trip in Noorwegen was dan met de nieuwe Range Rover Velar. Mm-hmm. Dan schrijf je daar wel een stuk over, ja. Verwachten zij ook wel, hoor, vaak. Bij jullie ook wel eens volgekomen dat er iets op werd gestuurd of dat er verwachtingen waren? Hè? Je had het net al een beetje verteld, maar dat je denkt, ja, Sef, hier kan ik helemaal niks mee. Maar dat je er dan eigenlijk al zo vuistdiep in zit dat er geen weg meer terug is. Nou, dat vind ik niet. Nee? Je bent nooit verplicht om te posten of om dingen erover te schrijven.
Maar als je, ja, als je ingaat op een uitnodiging om in Noorwegen een Range Rover te testen, dan zou het raar zijn als je daar vervolgens niks mee doet. Nee, ja, maar precies. Ja, dan voel je toch wel een beetje zeker. Moet ik toch wel. Ja, maar ja, maar het is ook een mooi moment om vette shit te maken, vette content te maken. Ja, dus in dit geval was alles in kan en kruiken, omdat het een fijne trip was en een mooie auto. Ja. Range Rover Belma. Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, je schrijft een stuk over en heb je wel eens gehad dat iemand je dan belde en zei van, wat flik je me nou? Dat zij het gewoon niet eens waren met jouw stuk. Ja, ik heb ooit Gregory van der Wiel geïnterviewd. Dat was nog dat hij in Nederlands elftal speelde, dus dat is een behoorlijk tijdje geleden. Maar dan stuurt het stuk altijd op ter check op feitelijke onjuistheden. En dan krijg ik dit hele stuk helemaal rood doorgekrast terug. Waarbij hij zegt, deze dikke auto. En dat moest dan deze mooie auto zijn. Ja, dan denk ik van, waar gaat het over? Dus dat heb ik wel eens gehad, ja. En hoe ben je daar toen uitgekomen? Ja, je probeert een beetje een middenweg te vinden. Waarbij het nog wel gewoon is. Dat het nog wel een stuk is waar jij tevreden mee bent. Maar dat zij ook... Dat je, het is een beetje geven en nemen. Ja. En heb je dan ook wel eens de smoes gebruikt? Het is al naar de drukker. Ja, die is zeker wel eens gebeurd. Ja. Dat is in jullie land. Gauw druk. Ja. Ook wel eens met de FGM 500. Het is ook wel eens voorgekomen dat er vrouwen per ongeluk instonden die er eigenlijk niet in wilden. En toen was hij toch al naar de drukker, ja. Volgend jaar de nieuwe kansen om er niet in te staan. Doen we beter ons best, sorry. Ja. Sorry. Ja. Jij had het net ook over ervaringen. Je noemde, wie zijn nou, de Pai? Gregory van der Wiel. Oh ja, Gregory van der Wiel. Ja. Maar ik zag op je website ook een filmpje met 50 Cent. Met 50 Cent, ja. Ja, dat is wel een van de highlights, denk ik, uit mijn nog prille carrière. Ja. Hoe lang werkte je toen bij FHM? Dat is denk ik nu 5 jaar geleden. Dus de hel, ja. Het was al toen we over waren gegaan naar de online variant. En hoe ging dat die dag in zijn werk? Je had een interview met 50 Cent. Ja, hij was in Nederland om zijn headphone merk aan te prijzen. Dat is, ik weet even niet meer. Ja, whatever. Whatever, inderdaad. Het is toch al opgenomen. Ja, daarom. En ja, dan word je uitgenodigd en je krijgt dan 10 minuutjes of een kwartiertje met hem. Dan moet je al je vragen stellen. 10 minuten, kwartier is trouwens nog best wel prima hoor, voor zo'n wereldster. Ik had laatst met Sergio Ramos, toen mocht ik maar 2 vragen stellen. Dus, en welke zijn het geworden? Ik vroeg aan hem of hij Virgil van Dijk ook de beste verdediger ter wereld vindt. En wat voor ons is dat dan weer interessant, omdat hij gaf daar een mooie uitspraak over. Waarop wij weer nieuws kunnen maken van Sergio Ramos heeft tegen FHM gezegd dat. En dat wordt er overgenomen door sites als VI, Voetbalzone en dat soort dingen. Toen je Sergio Ramos zei, dacht ik dat het over een tennisser ging. Oh, het is de captain van Real Madrid. Ah ja. Voor zover jouw voetbal kennis. Zou ik een voetbalprogramma presenteren? Wat denken jullie? Je hebt 50 dan geïnterviewd. Ja. Zijn er nog meer bekende mensen de revue gepasseerd? David Hasselhoff. Echt? Ja, vond ik ook wel erg lachen. En hoe was hij dan? Hij is best wel prettig gestoord. Maar dat is ook echt in een paar minuutjes, 5 minuten. En dan moet je erop hebben staan. Maar hij lijkt me echt zo'n Eppo. Ja, is een gek. Ja, dat is ook een filmpje van. Als je dat terugkijkt, dan zie je dat ook wel. Even kijken verder. Heel veel... in Nederland. Max Verstappen vond ik wel een vette. Onlangs nog Fjezeveur, lekker fret. En hoe lang had je met Max Verstappen? Ook 5 minuten, 10 minuten. Maar dat lijkt me dan ook wel dat je daar heel zenuwachtig van kan worden, omdat dan sta je in zo'n ruimte te wachten tot diegene komt. Ja. Dan staat er waarschijnlijk ook een chagrijnige manager bij. Ja, dat in het begin word je daar inderdaad zenuwachtig van, maar... Ja, naarmate je ervaringen opgedaan en inmiddels raak ik daar niet meer van in de war. Om het zo maar te zeggen. Goede eigenschap dan. Ja, nou, het is gewoon puur door ervaring, denk ik, dat je leert hoe dat eraan toe gaat en dat je daar niet meer zo zenuwachtig van wordt. Word jij wel eens ergens zenuwachtig van? Ja, van heel veel dingen.
van reizen, van alles, prikkels om me heen. Ja. Ik merk dat ik dat de laatste tijd toch wel wat erger heb dan aan het begin. Misschien word je hier een beetje zenuwachtig van. Ik heb dus een heel leuk berichtje van jou op internet gevonden. Een berichtje van mij op internet? En ik vond hem zo leuk. Oh jee. Ik smolt er helemaal van. Ik heb dit bericht namelijk van... Dit is echt dit moet ik delen. Het is namelijk van hondjeuitlaten.nl. Hi, mijn naam is Jeannie Noah. Ik ben ontzettend dol op honden. Mm-hmm. En omdat ik zelf geen tijd en plek voor een hondje heb... zou ik het wel heel leuk vinden om er af en toe eentje uit te laten. Nou, dat is toch lief? Ja, dan kom ik erachter dat je in de FHM online stond. Hè, met Wrangler ging je er naartoe. High Bay en dan toch zo lief. Ja. Ik vind het echt lief. Maar hoe dit is nog niet eens zo heel lang geleden. Oh, ik denk dat dit vorige zomer was, om heel eerlijk te zijn. Ja. Oh, ik dacht echt, dit is van 10 jaar geleden. Nee, ik zat in de tuin bij mijn ouders en ik dacht, ja, ik wil gewoon even iets leuks doen deze zomer. Dan alleen maar in de tuin zitten bakken, weet je. Ja. Toen dacht ik, waarom ga ik niet hondjes uitlaten van mensen die gewoon... Weet je, die daar geen tijd voor hebben of dat niet meer kunnen. En af en toe als het van een ouderlijk iemand is, gewoon even een praatje maken. Weet je, je ziet heel vaak op tv dat oudere mensen zo eenzaam zijn. Toen dacht ik, ja, ik vind het alleen maar leuk om af en toe gewoon goede dingetjes te doen, toch? Niet dat ik slechte dingen doe, hoor. Maar... Nou, dan hebben we bij deze laten zien dat je niet alleen maar materialistisch bent. Nou, hè? Wat zijn nou kledingmerken of typische producten die je een tijd geleden, zeg 10 jaar geleden, wel tof vond en nu niet meer? Nou, Paul Frank bijvoorbeeld. Ja. Dat droeg ik echt heel veel. Ik droeg ook heel veel Puka. Ja, dat is niet echt een kledingmerk, maar ik had wel alle rugzakken en mutsen ervan. Wat ik vroeger leuk vond... wat droeg ik vroeger allemaal? O'Lilly. Dat droeg ik vroeger heel veel. Ja, mijn moeder die kocht echt alleen maar O'Lilly jurken, wollen dingen voor me. Maar nee, ik heb eigenlijk al best wel vroeg mijn eigen stijl ontwikkeld. Ik heb ook bij de H&M gewerkt. En eigenlijk toen ik bij de H&M begon, toen ik 15 was... Ja, toen heb ik eigenlijk wel mijn eigen stijl ontwikkeld. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd wel een beetje dezelfde stijl aangehouden. Nou, zei jij net O'Lilly. Dan moet ik toch weer even aan Sean Wotherspoon denken. Ja, klopt. Maar ja, toen jij net kleuren. Over die samples had, ja. Over welke had jij het dan? Die ene waarbij je die stof vanaf kon scheuren en dat je die bloemen eronder zag? Nee, dat is een Dat is geen sample. Die blauwe was een sample, die helemaal blauwe. Ja, ja. Dat was een bespoke, dat heeft hij zelf bedacht. Iedereen mag een bespook maken, hè? Dat mag jij ook voor 1000 euro. Ja, ik weet het. Ja, dus dat was niet de sample, dat was een bespook. Dat heeft hij gewoon zelf bedacht en uit laten komen. Maar je had toen die, zeg maar, die Sean Wotherspoons, die hybride die uit zijn gekomen, die we allemaal kennen. Ja. Die circuleerde online ook in 2 blauwe varianten. Die bedoel ik, en dat waren de samples. Dat waren bespokes. Nee, dat waren samples. En de bespokes waren die met waar je die, vanaf met kan die bloem. Ja, daar had hij er 2 paar van laten maken. Ik had echt gedacht dat zowel die blauwe als die scheurdingen, nee. Dat die uit zouden dat komen. Dat dacht ik ook, ja. Nee, maar die scheurdingen waren gewoon, ja, dat kan iedereen doen. Als je daar zoveel geld voor over hebt eigenlijk, bij wijze van spreken. Maar toch vind ik dat dan wel bizar, want niet eerder was dat bij een Nike dat je die stof er vanaf kon scheuren en dat er wat anders onder zat, of wel? Jawel. Bij welk model was dat dan? Je had al way back een Vandal. Zo'n skate Vandal, zo'n high. Die zullen we dan even op moeten zoeken. Ik denk dat het in 2005, 2006 of zo was. Er zijn wel meerdere schoenen geweest dat het eraf ging. Nu heb je onlangs ook weer een Jordan 1 is het bij gebeuren. Ja, een Vandal, ik weet zeker. Ja? Dat is van mij in 2005 of 2006. Ik kan me alleen herinneren die hoge dunken Statue of Liberty, die groen was. Ja. En dat als hij dan schuurde, dan werd hij bruin, net als het zink van de Statue of Liberty. Ja. Nee, dat was echt een Vandal. Je kon die Vandal. Ik weet dat mensen die ook in de fik staken een beetje. En dan komt het andere stofje eronder door. Oh, ja. Dat is echt al... En er zijn er vast meer, maar ik kom er nu niet zo 1, 2, 3 op. Er waren al wat meer schoenen die dat hadden. En weet je eigenlijk of er nog meer gekke fratsen bij merken zoals Nike of Adidas, whatever, uitgehaald zijn, dat er iets met die schoen gebeurde? Die UV-veranderingen. Bijvoorbeeld als schoenen in UV-licht kwamen. Glow in the dark. Zoals bij die Chinatown Market laatst. Ja, die en daar ook al een Eden Air Max en ook al, voor mij ook al een keer een Dunk. En dan natuurlijk ook die glow-in-the-dark attributen op schoenen. En wat is iets wat jij ooit op een schoen hebt gezien waarvan je dacht, wow, dit is goed bedacht? Ja, dan blijft het wel Air Max, toch? Back to the Future. Ja, dat is wel gaaf, dat zeg eerlijk gewoon. Dat is wel... Wij waren jong, je zag die film en dan...
die veter en zo. En dat nu is, dat is, ik denk dat dat gewoon het beste is. Ook al is het misschien echt kaka, weet je. Maar het is gewoon, ja. Het blijft gewoon mooi gewoon. Ja, ik denk dat ik dat het mooiste vind. Heb jij niet zo'n paar? Ja. Ja, toch? Ja, ik heb zo'n paar. Ja. Ja, ik heb de 2011 versie. Die niet zelf strikken. Maar als pure hater zeg ik dan, ja, dat laat me koud. Want die dingen strikken zo langzaam, die daarna uitkwamen. Ik had vroeger op de middelbare school had ik zo'n apparaatje. Daar kon je een chupa chup lolly in doen. Dan drukte je op een knopje en dan ging je draaien. En ik heb echt het idee dat het motortje wat daarin zat, dat dat ook in die Mac zit. Want als je op het knopje drukt, hoor je, en het gaat zo langzaam. Ja. Maar goed, dit is echt het verhaal van iemand die heel zuur is, omdat hij niet de zelfstrikkende versie heeft. Niet verder vertellen. Ja, nee. Is er een schoen waar jij ooit bij had? Wow, wat is dit, joh? Nou ja, wat jij zegt, ik vond dat inderdaad ook wel een schoen. Dat ik dacht van, oh, dat is echt wel sick. Ja, eigenlijk ja, zelf vind ik het geen mooie schoen. Maar het idee erachter en het hele verhaal met die film, ja, dat is natuurlijk wel tof. Maar verder, nee, ik vond die Chinatown vond ik ook wel tof. Weet je wel, dat al in het zonlicht, het is eigenlijk een witte schoen. In het zonlicht werd die volgens mij roze, dacht ik. Ja, dat vond ik ook wel nice, ja. Maar nee. Maar ik moet toch even zeggen, wist je dat als je meerdere keren daarmee in de zon komt, dat hij het dan niet meer doet? Oh nee, dat wist ik niet. Dan blijft hij gewoon alle kleuren. Oh, dat vind ik wel jammer. Ja, dat moest ik gewoon even vertellen. Oh. Ik heb het al een keer verteld in een show. Nee, dat is een teleurstelling. Ja, nee, vind ik ook. Dat is jammer. Ja, nee, dat vind ik wel jammer. Met die Nike's hetzelfde hoor. Die werd dan blauw en dan op een gegeven moment veranderde die gewoon niet meer. Maar het idee? Ja. Kijk toch ook even naar jou. Of ik zo'n feature hebben aan een schoen. Ja, was er ooit een schoen waarvan jij dacht, wow, die moet ik hebben, hé? Pop nu niet even een modelletje binnen. Nee, van, nou, denk ik, misschien komen er later. Wat was jouw eerste sneaker? Daar ben ik wel benieuwd naar. Zo. Maar ja, de echte eerste sneaker. Ik denk gewoon een Nike Air Max. Ja. Maar ik zou even niet meer weten, zeg maar, dat ik er echt mee bezig, of nou, mee bezig, ik ben er niet mee bezig in zo'n vorm zoals jullie bijvoorbeeld, maar ik vind het wel vet om gewoon toffe sneakers, toffe schoenen te hebben. Maar dat ik daar een beetje, ja, dat was een jaartje of 17, 18 of zo. Maar de eerste echt vette schoen waarvan ik dacht, dit is echt een vette schoen, was die New Balance 1500. Ik ben zo slecht in New Balance nummers. Ik vind de enige vette New Balance, want hij heeft dat kleine ennetje. En die grote vind ik niet zo tof. Maar weet je hoe lang ik ook, sorry dat ik je nog één keer onderbreek, maar hoe lang ik heb gedacht dat New Balance Nike was? Want ik dacht, dit is de N, is toch Nike? Daar heb ik wel een mooi verhaal over, om ook niet om te breken. Op een gegeven moment was, ik denk in 2014, was het een hele keiharde comeback van New Balance. En dan kwamen dus mensen bij mij in de winkel. Ja, ik wil die Nike met die grote N. Dat is New Balance. Nee, is Nike met de grote N. Nee, dat is New Balance. Nee, dat is echt die Nike met die grote N. En dat ging dan niet één keer per week of zo. Dat was gewoon meerdere keren per week. Mensen dachten echt hetzelfde als jou, dat het gewoon een Nike was. Ik vond dat altijd wel mooi eigenlijk. Ja. En wat greep jou dan zo aan die schoen? Ik vond het wel heel subtiel met het klein ennetje. En de kleur is een beetje mintgroenachtig met wit. Het was ook de eerste keer dat ik meer dan 120 euro uitgevallen schoen. Niet dat deze super duur was, maar als wel dat je even denkt van, zal ik deze kopen? Dat is toch wel iets meer dan gebruikelijk. Ik vond hem gewoon vet, ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik zit sinds kort helemaal, ben ik helemaal wild van de New Balance 997S. Toch wel. Ja, man. Ja, ik heb er namelijk één gezien waardoor het een beetje aangewakkerd werd. En ik ga maar jullie laten zien, zeg maar, aan welke schoen deze jullie doet denken. Aan Amsterdam. Ja. Ja, vooral die spikkels, denk ik. Ja, die spikkels is gewoon precies dezelfde colorway. Echt, hè? Ja. Maar ja, ik vind, storm. Ik vind echt die zool vet met al die stukjes en dan dat hier dat plastic er nog zit voor de bovenste veter, zo helemaal groot gemaakt. Maar bij deze had ik wel dat ik op een gegeven moment kon ik niks anders meer zien dan de Amsterdam. Ja. En deze komt maar lekker ook op die storm hoor. Op die, hoe heet die schoenen nog maar weer? Mospack of zo. En dat was ervoor van, nee, dat is na Amsterdam maar voor. Nee, dat is na Amsterdam. Daar lijkt hij ook heel erg op die Mospack. En dan ook deze. Ik denk dat ze hem eerder afgeleid hebben van dat. Want die had ook
drie verschillende Air Max. Eentje is met die mosback en zo. En die tweede kleur lijkt er nu ook daar gewoon heel erg maar op. Ik denk als sneaker dat je dan toch snel de vergelijking legt met een Amsterdam. Ik vind deze wel toffer dan die andere. Omdat je bij die andere echt die vergelijking hebt. Daardoor gaat het een beetje en stuk. Dan denk ik misschien toch wel jammer of zo ergens. Ja, zo ging het bij mij ook. Ja. Nou, dropte onlangs een New Balance met Bodega, die sneaker store. Ik heb het geprobeerd. Ik zat klaar online. Ik telde af. Ik refreshte de pagina. Ik klikte de juiste maat aan. Hij ging in mijn mandje. Toen liep die site vast. Toen klikte ik nog een keer. Nog een keer. Toen zat hij 7 keer in mijn mandje. Toen moest hij er dus 6 keer uit, wilde ik kunnen afrekenen. En toen was het te laat. Ja. Toen huilen. Ja, man. Dat gebeurt bij mij ook vaak, hoor. Erg, hè? Ja, vooral met de sneakers-app of zo. Ik heb met die Sakai nog gehad laatst. Ik heb me gewoon verslapen. Wie verslaapt zich nou voor een Sakai? Ik heb hem ook wel eens verslapen. Tweede keer, hè? Tweede keer verslapen. Wat is de schoen die je nog heel graag zou willen? Nou, de vorige release van de Sakai, die soort van BRS-kleur. Ja, dat is echt gewoon... Dat vind ik zo'n mooie schoen. Ik heb wel gelukkig nu de witte. Mm-hmm. Maar ja... Ja, ook met dit weer. Wie gaat witte schoenen aandoen met dit weer? Je kan er niet normaal op lopen. Wil je een schoen een beetje... Kijk, oké, ja, ik kan niet altijd om meteen lopen. Dat snap ik. Maar in dit weer kan je gewoon niet eens witte schoenen aan. Dat vind ik zonde. Dus dan had ik eigenlijk liever die andere gewild. Maar ja, helaas. Kan niet alles hebben, hè? Zit jij eigenlijk wel eens klaar om iets te bestellen? Dat je denkt, oeh, daar moet ik bij zijn? Nee, weinig eigenlijk. Oh, heerlijk. Ik ben zo jaloers. Het is gewoon het beste leven, echt. Maar wat is jullie grootste miskoop? Dat wil ik wel weten. Dat je echt dacht jammer dat ik dit heb gekocht. Weet je, zonde van mijn geld. Of dat je nu terugdenkt van, oh, dit is echt lelijk. Voor mij was het UX. Het is niet sneaker-related, maar als ik nu terugdenk, denk ik... Pff. Ik denk toch wel misschien bij mij Jordan Spitzike. Ja. Oh ja? Spitzike zat ik echt gewoon... Oh, er geen spijt van, maar ik zou ze nu niet dragen. Nee. Weet je, het was... Ik ben echt Jordan-fan en ik weet ook niet waarom ik het kocht eigenlijk. En op een gegeven moment ging ik naar die schoen kijken, dacht ik van, wat is dit eigenlijk? Het is eigenlijk gewoon best wel... Heftige schoen. Ja, gewoon heftig. Ja. En dat ik dacht van, het is gewoon niet echt, weet je. Het is niet echt de Jordan. Het is heel veel stukjes op elkaar. Ja, wat ik in eerste instantie juist heel tof vond, hè, dat het er meerdere Jordans in één zijn... Ik dacht, ja, er gebeurt lekker veel. En dan gaat het bij mij altijd zo. Dan heb ik één kleur. Dan wil ik nog wat gekker qua kleuren. Nog wat gekker. Ja. En toen kwam op een gegeven moment eentje uit. Die heette volgens mij de Bordeaux. Maar die had ook als bijnaam Lego. Ja, ik weet welke. Ja, die Lego. Ja. En toen dat was voor mij de druppel dat ik dacht... Ja, wat heb ik eigenlijk aan, joh? Ja. En toen moesten ze alle 12 weg. Want ik had ook twee van de niks, als ik me niet vergis. Een blauwe en een oranje. Ja, en die oranje, ja. Ja, nee, ik denk toch wel achteraf. Ik had het laatste stuk er ook over na te denken. Ja, bij mij is het toch wel, denk ik, ook Spitzike, denk ik, ja. Maar ik snap het wel. En bij jou? Ja, zoals ik al zei, ja, ik maak niet echt heel snel sneaker miskoop. Ik denk altijd wel heel goed na. Dus, maar ja, alles wat buiten sneakers valt, dat zijn eigenlijk mijn miskopen. Dus UX, Buffalo's. Maar als je toch een sneaker moet noemen? Als ik toch een sneaker moet noemen, even denken. Heb je wel eens dat je dan bijvoorbeeld dat je er een aandeed en dat je dacht, oh, dit staat mij helemaal niet? Nee, dan moet ik echt ergens in mijn archieven kijken op foto's wat ik aan had. Of nou, ja, ik had wel een Nike Dunk, die Easter pack. Ik weet niet of met die gouden swoosh. Ja. Ja, toen destijds vond ik dat super tof. Ja, als ik daar nu aan terugdenk, denk ik, zou ik misschien niet... Ik was ook wel een van de weinigen daarmee in mijn omgeving. Ik zag daar nooit iemand mee lopen. Ja, nu zou ik het niet zo snel aandoen. Maar toen was dat wel heel erg hip. Kan het niet zo zijn dat over 7 jaar dat je weer denkt, toch wel dik dat ik die heb, gehaald? Misschien wel. Volgens mij maken Dunks nu ook alweer een soort van comeback. Zware comeback. Ja, dus ik zou ergens nu dan wel weer een Dunk aanschaffen, maar niet in die pastelkleuren, nee. We hebben een tijdje terug de Dunk en Blazer Para release gezien. Onlangs dropte de Benji Dunk. Zonder grote swoosh, maar met alleen kleine swooshes. Voor de mensen die niet weten, swoosh is het Nike-logo, hè, die streep zo. Ja. Wat vond je ervan, Non? Ik keek ernaar en toen las ik comment en toen stond erbij... Ja, dit is de hoe noem je dat? De Stan Smith. Ik wist gewoon dat je het ging zeggen. Maar toen vond ik het ook de Stan Smith. Maar toen zag ik later een on-feed, dus dat iemand hem aan had. Toen dacht ik, ja, dat is nog wel leuk. Maar laten we gewoon eerlijk zijn, het is gewoon denk ik wel, soms word je ook gewoon verblind. Hè? Omdat je het zo vaak ziet en dat je dan
soms als je dingen ziet dat je dan net als de rest ook een soort in de brainwash komt, denk ik, ja, is leuk. Maar misschien als ik het koop, en ik weet zeker dat ik hem ga kopen, dat ik dan toch denk van, ja, waarom heb ik hem gekocht eigenlijk? Ja. Het is niet zo leuk. Dus ik weet het nog niet. Ik moet hem in het echt zien. Ja, ik hou wel altijd van die gekke andere fratsen. Dus al die mini-swoesjes vond ik heel leuk gevonden. Ja. Helemaal omdat ik dat op die manier nooit eerder heb gezien. Klopt. Ik ben ook heel erg blij dat de leestips, dat daar nog iets mee is gedaan. En vooral dat de zool onderop, dat die gebroken wit is. Want als die ook wit zou zijn, dan had ik ze te saai gevonden. Ja, maar dat was het ook heel lelijk. Ik zou het dan heel lelijk vinden, weet je. Ik hou sowieso niet van helemaal witte mitsels. Maar we zullen, ja. Wat vond jij ervan? Ik vond ze wel tof. Ik denk ook, de kleuren zijn natuurlijk echt super herkenbaar voor iedereen. Dus er komt wel een soort van vreugde als je zo'n schoen ziet. Maar ik moet ook ergens wel weer heel erg wennen aan de platte zool natuurlijk. Omdat dat die Balenciaga-hype natuurlijk helemaal in is. En die Wave Runners. En ja, nu er af en toe dan weer zo'n platte zool uitkomt, moet ik daar weer even aan wennen. Maar ik vond ze wel heel nice. Ja. Maar ik vind ze wel doper bij guys. Echt een beetje die skate guys. Dan echt, weet je wel, met zo'n bijvoorbeeld zo'n wat grotere broek. Dan bijvoorbeeld echt hoe sommige mensen misschien wel zouden dragen met skinny jeans of zo. Dan denk ik, nee, doe maar gewoon niet. Ja, dat snap ik. Maar en wat zou jij eerder rocken? Een lage Dunk of een lage Air Force One? Want ik heb dus bijvoorbeeld heel erg gehad. Kijk, bij mij is het begonnen met de Dunk. Eigenlijk om de reden dat ik een witte Air Force One wilde. Ja. En die voelde aan mijn voeten echt als een klomp. En toen dacht ik, ja, dit is te groot, man. En toen kwam ik bij die Dunks terecht. En toen dacht ik, hé, dat is ongeveer hetzelfde model, maar veel lager. Ja. Minder klomperig. Ik vind ze allebei eigenlijk wel tof. De laatste tijd draag ik wel veel Air Force, omdat het gewoon makkelijk is. Ik kan er ook op werken. En weet je, ik hoef niet moeilijk te doen over of ze vies worden of niet. Maar ja, ik ben begonnen met collecten bij Jordans. En daarna zijn het eigenlijk naar Dunks gegaan. Dus ik zal altijd wel een voorliefde hebben voor Dunks, denk ik. Ja. Ja. Wat die Benji betreft, ben ik wel blij dat zo'n sneakerstore of dat een skateboardstore, of in ieder geval een Nederlandse winkel, zo'n eigen schoen weer krijgt. Want ik vond toch wel dat een hele tijd niet gebeurde. Hoezo? Pata nog toch? Welke dan? Ja, die Jordan. Die Jordan, toch? Ja, oké. Ja, maar ja, is altijd Pata, snap je? Ja is kijk, zo zou ik het echt leuk vinden als Woei een keer een Nike zou krijgen. Ja. Ja. Ik ben benieuwd hoe die dan zou worden. Ja. Ik ook. Weet je, Woei heeft altijd wel een andere smaak qua kleuren en dergelijke. Ja. Dus ik zou wel heel benieuwd zijn. Ja. Maar die Essex waren wel echt goed gelukt. Ja. Het zou wel spannend iets kunnen worden. Ja. Die nylons waren ook een mooie kleurcombo met roze en grijs. Ja. Ja. En die eerste natuurlijk, die CVD. Ja, dat is wel mijn favoriet. Ik zou wel benieuwd zijn. Toch had ik als hij Air Max zou maken. Nee, ik had altijd bij hem gedacht, nou, die gaat sowieso de kleur uit zijn logo gebruiken. En dat heeft hij eigenlijk nooit gedaan. Nee, klopt. Grappig, hè? Waarom denk je van niet? Misschien is het gewoon voor de hand liggend of zo. Dat is zoiets van, ja, ik ga gewoon iets doen wat mensen niet verwachten van mij. Want bruin en zo, ja, dat zijn toch hele andere tinten dan de vibe die je krijgt uit Rotterdam en het logo. En ja. Jij hebt goede connecties in Rotterdam. Ja. Gooi even een balletje op dat Woei hier een keer moet komen. Oh ja. Dan zal doen wij dat doen ook. Ja? Yes, dat zal doen doen. Ook. En dan schrijft Chris er een artikeltje over voor de FHM. Zeker, komt helemaal goed. Dan heeft het aan ons niet gelegen. ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor jullie komst. Jij bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren of een comment te plaatsen. Want als je abonneert, blijf je natuurlijk op de hoogte. En als je een comment plaatst, dan kunnen wij daar misschien wat mee doen. Misschien heb je goede ideeën. Zoals JB Daily. Want hij kwam ermee van, hey, begin de show door te vragen wat voor schoen iedereen aan heeft. En je ziet het is gebeurd. Tot de volgende keer. En als je ideeën hebt, drop ze hieronder. Dankjewel.